Welkom bij Tess's Home. De eerste keer dat ik hier binnenkwam, toen dacht ik, wat een fijne vibraties hier. Wat voelt het goed hier. Het is heel erg leuk. De collega's zijn aardig, gezellig, meelevend. En ja, we helpen elkaar goed. Alle winst gaat naar het goede doel toe. Dit is dus een organisatie in Nederland. Er zijn iets meer dan 30 van deze winkels in de grotere steden. Het doel is voornamelijk om geld in te zamelen voor kinderen in de derde wereld die in de knel komen door misbruik of kinderarbeid of wat je kan bedenken. Ik heb zelfs schoenen hier gevonden van Hark, of in ieder geval echte outdoor schoenen. En die zijn normaal €280, heb ik opgezocht op Google. En ik heb ze voor €6,50 binnengekregen. Tadaa. Tweedehands wel natuurlijk. Ja, dus dat was echt een tjaka. Een heel mooi kleurig jurkje. Oh, wat leuk. Ja. Hey, we doen het wel goed. Je moet toch, kijk, mensen komen binnen met spulletjes. Dan moet je kijken van, wat is het? En is het ook verkoopbaar? Kopjes! Hebben we hier niet. Ja, nee. Ja. Er zit wel wat antiek tussen. Kijk eens wat schattig hoor. Oh, boeken. Heel veel boeken ook te vinden hier. Vinyl. Ja. Dat is heel erg in nu tegenwoordig. Hè? Oh ja, oké. Okay. Helemaal precies. Ja. We kijken dan op het internet van wat kan het zijn en wat kost het? Want ja, je wil er ook een schappelijke prijs op zetten. En hoeveel kost het? Even kijken. 1 euro. Kijk. Ja, echt wel. Maar het bestuur en iedereen die hier werkt, doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Dus dat is één ding wat al heel anders is dan een andere kringloopwinkel. Daardoor is ook de sfeer hier anders. Af en toe moeten we even dimmen. Maar, ja, precies. Ja. Ja, dat is het belangrijkste tijdens het werk. Precies. Lolletjes er tussendoor, dat hoort erbij. Ja.